Goedendag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen goed zien op de satellietfoto vanochtend overheerst de bewolking en een regengebied trekt over het land. Die regen gaat tegen het einde van de ochtend, begin van de middag het land langzaam verlaten. En dan vanmiddag hebben we af en toe wat zon, maar er valt ook nog een enkele bui. Het wordt daarbij zo'n 6 tot 9 graden. En verder staat er een stevige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Die is vrij krachtig en aan zee zelfs hard, windkracht 5 tot 7, maar gaat in de loop van de dag wel wat afnemen. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. Er valt ook nog een enkele bui. En later op de avond gaat de wind weer toenemen. Komende nacht mogelijk zelfs tot stormkrachtwindkracht 9. Morgen overdag gaat die wind dan weer afnemen. Verder hebben we af en toe wat ruimte voor de zon. Zeker in de middag. Maar er zijn ook perioden met regen. Het blijft zacht met 6 tot 9 graden. Kijken we dan naar de dagen daarna, maandag, dinsdag en woensdag. Blijft het wisselvallig weer met veel bewolking, soms ook wat zon en de middagtemperatuur rond een graad of acht? En vooral later in de week staat er opnieuw veel wind, zeker aan de kust. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.